En dat vonden ze niet leuk. Wat ik snap. Ik voel me echt een slechte moeder nu. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en ik ben het weekend thuis en daar ben ik echt zo blij om. Bibi en Sander gaan vandaag naar Antwerpen, maar die gaan ook vloggen, dus dat is leuk. Hey jongens, hoe is het allemaal? Bibi die had mij voor mijn verjaardag een dagje uit gegeven, dus dat hebben wij vandaag, ga ik dat inzilveren. Het is heel erg koud en moet je kijken wat onze vriend vandaag is. Deze Porsche Speedstar uit 1900 en, nou wat zou het zijn? 60? Meneer, wanneer is deze auto? In ieder geval echt fabulous, kijk nou toch. Als je van auto's houdt, dan is dit toch wel heel bijzonder. Super tof. Oké, gaan jullie mee? Ja, we zitten nu dus in de auto. Ik weet niet of jullie ons kunnen horen, maar het is echt heel hard. Kind of windy, right? Yeah. And yeah, dat allemaal lekker snel. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Antwerpen. Oh ja, ja, ja. En wat heb je voor mij geregeld? We gaan eten bij vaders lievelingsrestaurant. Yay! Dit is echt de best day ever! Oké, we zijn er dus nu bijna. Maar we vinden het nu wel echt heel erg koud. Koud, hè? We zijn nu in België. Heb je er zin in? Ja, echt heel erg. Ik wist nog niet wat ik hoorde, want Bibi had het zelf bedacht. Om mij zeg maar te verrassen op deze dag. Dus had al op mijn verjaardag gezegd van oké, ik ga je meenemen naar iets heel bijzonders. Dat ga je heel leuk vinden. Maar ik wist dus echt helemaal van niks. Ik ben zo benieuwd hoe op de vlog dit klinkt. Want het is in de auto zo ontzettend luid. Maar wat wel heel tof is dat iedereen die zeg maar, ons inhaalt, die kijkt allemaal echt heel vol bewondering en allemaal met de duim omhoog en zo, weet je wel. Ja, dat is grappig. Maar we zijn er dus over een half uurtje zoiets. Ja. En dan zien we jullie hier. Wat? Vinden we het lekker, of niet? Ja. Niet normaal. Dus Bibi, die neemt mij mee naar de Jane in Antwerpen. En ja, toch gewoon een van de fijnste restaurants ter wereld. Nick Bril staat in de keuken en hij is zo'n talent. We hebben nu, hoeveel gerechtjes hebben we nu gehad? 8. We hebben nu 8 gerechtjes gehad. En ze waren alle 8 even bijzonder en complex en bizar met allemaal laagjes. En ja, gewoon zeg maar, echt heel bizar. Wat ben je aan het drinken, Bibi? Een witte wijn? Nee. Wat dan? Ja, het is een soort van iets met gember. Is het lekker? Dus Bibi heeft een soort zoals je zeg maar, ja, we zijn een alcoholvrije pairing met haar eten. Dat vind ik echt heel tof dat ze dat doen. Dus gewoon als je hier komt. Ik had net zwart water. Ja, ze had zwart water en je had een... iets met ja, het is allemaal hele super lekkere met bloemetjes, allemaal super lekkere drankjes. Maar dit past hier echt heel goed bij. Ja, mag ik het proeven? Oh, dit is echt gember, hè? Een soort ginger ale. Oh ja, gewoon zelfgemaakte ginger ale. Lekker is dat. We hebben net als een Indonesisch-achtig gerecht op met griet. Oh my god, zo lekker. En elke keer als je in deze zaak bent, is het ook zo bijzonder. Het is wel de eerste keer dat Bibi hier is. Maar kijk nou even om je heen. Vooral die lamp hierboven is echt bizar. Kijk. Zijn we lekker aan het eten of wat? Je wordt er wel een beetje moe van. Volgens mij hebben we nu... Hoeveel gerechtjes hebben we nu op? 11. En Bibi heeft ze echt allemaal op. Wat best wel bijzonder is, want we hebben een paar dingen gegeten. Dat ik denk, nou, als je dat naar binnen kan werken... Dan heb je wel talent voor lekker eten. Kokkie en allerhande soorten rauw vis. En lekkere stukken vlees. En we gaan nu toetjes eten. Lekkere zoete toetjes. Heel bier. Veel of niet? Ja.
Hey, en vind je het lekker? Ja, zo lekker. Lekker, hè? Nou. So kind of like the best gift ever. Bibi heeft dus een drankgerechtje erbij, maar dan met alcoholvrije drankjes. En hier wordt een drank gemaakt met hibiscus. Dat is echt super tof. En ze heeft sowieso echt hele bijzondere drankjes erbij. Heel nice. Wauw, het zit er allemaal in. Ja. We hebben hier 4 uur gezeten, van 2:30 tot 4:45. Was het lekker? Ja. Dat is echt bizar, hè? Ik heb ook echt zo lekker gegeten. Oké, laten we naar huis gaan. Nou, we hebben dus even het dak eraf gehaald. Van toch of nee? Zo leuk. Hoe leuk is dit? Het is echt heel leuk. Maar we gaan nu even een foto maken. Ja. Voor papa. En dus gaan we gaan hier even terug. Oké, we zitten nu weer in de auto. En het is ijskoud. Ijskoud, en maar wel heel tof. En er is geen licht, nergens, alleen daar een beetje. Maar we zijn niet heel goed zichtbaar. Maar we zijn over, ik weet niet precies hoe lang, zijn we bij de autovuur waar we deze auto hebben geleend. Dus, ja. Wil jij nog wat te zeggen over deze dag, papa? Nou, het eten was echt fenomenaal. Ik heb echt nog nooit zo'n toffe surprise dag gehad, ever. Dus dat is sowieso al een dikke plus. Echt heel tof. Hey Bibi, was dit leuk of was het leuk? Ja, dat was zo leuk. Kijk, dit hebben ze allemaal te huur hier. Ja, zo tof. Dus als ik een bijzondere gelegenheid heb, je hebt natuurlijk hier ook allemaal super toffe busjes. Hoe vet is dat? En dit was dus die van ons. Oh my god, kijk dan toch. Briljante auto. Bibi, was het leuk of was het leuk? Ja, leuk. Goed, ik heb een voorstel voor jou van Jeroen. We gaan nu dit gedeelte afsluiten. En Olly en ik gaan vandaag thuis blijven. En we gaan naar Melksnoorcafé, dat is een kindercafé in Amsterdam. En een beetje, ik hoop dat het niet regent. Anders gaan we binnen blijven. Maar ik denk dat we buiten lekker gaan naar de speeltuin gaan en zo. Sander en Bibi die zijn naar Antwerpen gegaan en ik heb Olly naar bed gebracht. Dit is wat ik aan heb vandaag, die Levi's tuinbroek. Ik heb alleen niet mijn gele minions trui eronder gedaan. En deze Ralph Lauren trui. En voor mensen die vragen welke maat ik heb in een large. Die vraag krijg ik best wel vaak op DM's. En ik ben een nieuwe serie aan het kijken met Bella Thorne. En hij heet Famous in Love. En je kan hem kijken via Freeform. Maar ik heb in Amerika een account daarvoor aangemaakt. En daarom kan ik het kijken. Maar ik geloof niet dat je het in Nederland kan kijken. Nee, volgens mij niet. Of misschien wel. Ik weet niet, misschien staat het op Videoland of Netflix niet. Het heet in ieder geval Famous in Love. En ik vind het leuk. En ik ga voor de rest zo echt mijn koffer uitruimen, want dat heb ik nog steeds niet gedaan. En dan naar Melksnoorcafé met Ol. En ik denk dat Monica ook meegaat. Dus. Kunnen we trouwens even hebben over hoe lekker dit is? En waarom dit niet in de Albert Heijn verkocht wordt? I mean, so good. Helaas op. Bibi had het gisteren meegenomen uit Pathé voor mij. Goedemorgen. Nee, Olly, je moet ook dit in de was doen. Olly is aan het helpen met de was. Oliviaatje. Ga je helpen? Doe dit er ook maar in. Ook in. Ja. Goed zo. Olivia doet de was. Goed zo. En dan dat er ook in. Sokken in de was. Andere sok in de was. Goed zo, handdoekje in de was. Goed zo, meisje. Knap hoor. En we zijn naar buiten gegaan. Boodschappen gaan doen. Met Ol. En naar de speeltuin geweest. En ik heb wederom geen make-up op. Ik ook niet. Nee, jij draagt echt weinig make-up laatst tijd. Ja, ik heb jaren geleden.
heb je dat gedaan? Ja, klopt. Ja. Ik ben best wel moe. Ja. Sander is heel moe. Dat ook. Zou dat komen omdat ik best veel gedaan heb in de afgelopen 8 jaar? Het is Sander denkt dat het heel erg is als hij een dag moe is, maar dat is helemaal niet erg. Ben ik gewoon bang dat ik ziek ben? Nee joh, we gaan zo lekker op de bank zitten. En dan gaan we lekker chillen. In my defense, ik heb wel heel veel gedaan de afgelopen 8 jaar. Ja. Ja. Kan toch gebeuren? Ja, maar ik denk, ja, ik ben 21, weet je wel. Ik mag niet moe zijn. Ja. Maar ja, er zitten 2 onwaarheden in. Ja. Nou goed, we gaan voor de rest vandaag een beetje opruimen. Ik ga verder met mijn kast, spulletjes weggooien. Sander gaat de Eiffeltoren bouwen. Oh, je gaat met Kapla de Eiffeltoren bouwen. Ja. Oh, ik dacht dat die Eiffeltoren van de Plaza. Ja, die ga ik maken. Oh. Hoe kan ik dan met... Nee, maar dan kan ik met Kapla, want dan kan ik geen Eiffeltoren bouwen. Jawel, dat kan ook. En we zijn de komende 2 weken thuis. Tenminste, Sander moet wel naar Ierland, hè, zaterdag. Ja. Een nachtje. En dan over 2 weken naar Londen gaan we voor Fashion Week. De Fashion Week. En dan naar Jamaica. En dan naar Jamaica. Miami, Jamaica, misschien Curaçao. Dus ja. Maar in ieder geval nu even genieten van thuis zijn. Oké, we are back home. En ik ga koken. Ik ga mijn Mexicaanse... ben je nou met je handjes aan het eten? Je moet met de lepel eten, Olivia. Ik ga mijn Mexicaanse kipsalade maken. En ik zal je even laten zien wat je daarvoor nodig hebt. Oké, het is echt heel simpel. Ijsbergsla heb je nodig. Kip, zure room. Nacho chips, maar die liggen even ergens anders. Jalapeno's. Avocado. En cherry tomatoes. Ja, dat is een kippetje. En ik zal zo even zien hoe je laten zien. Snel. Ik weet niet of jullie kookvideo's leuk vinden. Ik denk het eigenlijk niet. Dus ik zal het niet lang al laten zien. Oh ja, en deze kruiden. Openmaken. Ik ga het zo openmaken, meisje. Die doe ik op de kip. Ook al is het voor gehakt. Maar het zijn Mexicaanse kruiden. En die vind ik heel lekker. We hebben te snel gegeten. Ik had zo'n trek dat ik vergeten was om het eten te filmen. Nu gaan we Woezel en Pip lezen. Deze. Roze Pip. Oh nee. Ik ben boven. Ik had niet echt iets te doen. Oeh, Holly slaapt. En ik had op mijn Insta stories gezegd dat de eerste 10 minuten mensen foto's konden sturen. Omdat ik ze dan ging editen. Dus ik heb er een paar uitgekozen. En die ga ik nu editen. Zo leuk dit. Zoveel reacties gekregen. Ik zal ze wel even delen als ik klaar ben. Good morning! Het is maandagochtend. Administratie. Fun times. Mijn haar zit trouwens echt zo krullerig vandaag. Ik heb hem even opgemaakt. En mijn haar gedaan. Ik heb echt heel veel krullen. Ik ga mijn haar denk ik afknippen nog. Zo'n stukje eraf. Ik ga me aankleden. Foto maken. Naar kantoor. Dus... gezellig mee. Het waait heel hard. Oké, deze dag was weer een vlog. Blogging veel. Ik heb echt te weinig gevlogd vandaag. Maar ik heb vooral binnen gewerkt uiteindelijk. Omdat het weer zo slecht was. Ik heb mijn Galaxy Blues een keer aan. Die heb ik nog het minst aangehad. Alleen hij is super gekreukeld. Dus ik wilde hem niet aan jullie laten zien. Want ik had hem in een tas gedaan na het shooten. En nu zit hij onder de kreukels. En ik ben te lui om te strijken. Maar ja... En dit is ook nog een sample. Ik heb zeg maar zelf nog niet degene die je nu kan shoppen. Dus ja, dit is onnodig info. Maar goed, dan weten jullie het. Verklaar ik waarom ik in een gekreukelde blouse lig. Want dat is natuurlijk niet zo'n goed uithangbord. Wat heb ik verder te vertellen? Niet zoveel. Morgen wordt een hele bijzondere dag. Kijk, wanneer komt deze vlog online? Woensdag. Morgen ga ik naar Hilversum voor een programma van de KRO. En dan ga ik een meisje verrassen uit Hilversum. En zij wilde mij graag ontmoeten. En KRO is heeft een soort van wensprogramma waarin ze wensen in vervulling laten gaan. En ja, zij wilde mij graag ontmoeten. Dus dat vind ik heel leuk. En ze gaat met haar moeder naar school, gaat ze thee drinken. En dan ga ik zeg maar haar drankjes brengen als verrassing.
En nou ja, we blijven vast wel even daar hangen en kletsen en zo. Dus ik ben heel benieuwd. Wel spannend. Ik denk dat het wel leuk wordt. En daarvoor moet ik nog even wat werk gewoon in Amsterdam doen. Olly hier de crash brengen. Dan even naar kantoor werken. En dan naar Hilversum morgen. En dan zijn we denk ik pas rond 6, 7 uur terug. Ja. That's it. Dat zijn de plannen. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen of ik naar New York ga voor Fashion Week. Ik ga die knoop denk ik morgen of overmorgen doorhakken. Want dat is de week erop. Maar dat hangt natuurlijk ook af van een aantal klanten en zo. En daarna ga ik ook naar Londen. Ja, het is gewoon een kleine update dit eigenlijk. Maar goed, ik ga het Famous in Love kijken. Die serie die ik kijk, die ik nu heel erg leuk vind. Ik kan ook echt niet wachten. Ik ben echt zo verslaafd aan Younger. Kan je bij Videoland kijken. Voor degene die het ook leuk vindt om te kijken. Younger is echt een van de leukste series die ik in 2017 gezien heb. Laat even een comment achter als je die ook gezien hebt. Seizoen 5 komt volgens mij pas in maart of zo. Dus ik moet nog wel even wachten. Ja, die end. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen. Good morning! Het is dinsdag. En ik heb Olly net naar de crash gebracht. En ik was te laat op de crash. En dat vonden ze niet leuk. Wat ik snap. Ik voel me echt een slechte moeder nu. Maar goed. Shit happens. Ik ga nu eventjes mijn ochtendmail wegwerken, foto's maken en dan richting Hilversum. En al morgen komt deze vlog online. Dus ik moet deze vlog nu afsluiten en een nieuwe beginnen. Heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie nog niet gesubscribed zijn, doe dat dan hieronder. En ik zal hem vandaag filmen en dan zien jullie dat zondag. Dus.